De komende jaren gaan er talloze criminelen voor lange tijd achter de tralies. Goeiedag. De onderwereld is gisteren een zware slag toegebracht. De rechtbank veroordeelde de Amsterdamse topcrimineel Nawfal F., alias Noffel, tot een straf van 18 jaar. Onder andere voor een poging tot liquidatie, maar belangrijker is dat zijn veroordeling gebaseerd is op gekraakte PGP-gegevens. De gecodeerde telefoons waarmee criminelen zo graag communiceren. De veroordeling is slecht nieuws voor veel criminelen. En ik praat hierover verder met Telegraafjournalist John van den Heuvel. John, ja, de uitspraak over Nawfal F. Is één ding, maar die PGP-gegevens, dat is een gigantische overwinning van het Openbaar Ministerie. Ja, ik denk dat er op veel recherchekamers gejuich is opgegaan gisteren. En dat de flessen zijn opengetrokken. Want op basis van deze uitspraak zit er weer heel veel perspectief in allerlei vastzittende liquidatieonderzoeken. En men kan nu veel meer en intensiever nog gaan speuren naar specifieke data in die hele berg die ze hebben aangetroffen op die server. Dus ik denk dat ook heel wat boeven nu met samengeknepen billen zitten van wanneer valt het arrestatieteam bij mij binnen. Ja, zullen er ook wat tickets geboekt worden naar de landen hun uitlevering? Ja, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Hè. Als je weet voor jezelf dat je hebt gecommuniceerd via zo'n PGP-telefoon en ook eigenlijk vuile handen hebt gemaakt en misschien zelfs wat bloed aan je handen hebt, ja, dan ga je hier waarschijnlijk niet leidzaam zitten afwachten. Maar de armen van justitie reiken ver. En op het moment dat jij getraceerd wordt en misschien dan bij verstek wordt veroordeeld, ja, dan belemmert je dat in ieder geval wel heel erg natuurlijk in de rest van je leven. Nou, voor Nawfal F. is het dan te laat. Hoe zit het met die PGP-telefoons? Die zijn een jaar geleden is het gekraakt? Ja, zoiets. Iets langer terug nog. Maar dat was natuurlijk het wondermiddel voor de onderwereld. Daar kon je mee mailen, hè? Want in die periode kon je eigenlijk alleen mails aan elkaar versturen. Versleutelde berichten in de veronderstelling. Het was het bedrijf dat achter BlackBerry zat. Ja. Iedereen vond dat natuurlijk prachtig. Dat is, zonder dat ze ooit in het achterhoofd hadden, misschien komen ze er ooit wel achter wat wij nou eigenlijk zeggen. Ja. Nou blijft het toch ook nog wel lastig om die data uiteindelijk te gaan koppelen aan personen. Want daarvoor heb je toch ook nog wel gewoon ander tactisch onderzoek nodig om dat bewijs sluitend te krijgen. Hè? En je moet misschien ook toch wel gaan werken met tipgevers of informanten of kroongetuigen binnen dat milieu die echt daadwerkelijk kunnen zeggen, nee, die telefoon hoorde inderdaad bij die persoon. Ja. Maar als dat lukt, ja, dan kan het zomaar zijn. En de recherche spreekt die verwachting zeker uit. Ja. Dat er binnenkort nog een groot aantal van die liquidatieonderzoeken heel goed resultaat zullen gaan krijgen. Ja, voor justitie. Voor justitie. Wat ik las is dat heel veel van die mannen hebben allemaal bijnamen. Ja. En dan communiceren met die bijnamen. Dan moet je eventjes als recherche goed kunnen bepalen. Tuurlijk, maar wie is nou wie? Tuurlijk. Ja. Dat zal een rechter ook altijd vragen. Van hoe kom je nou eigenlijk tot de conclusie dat die telefoon bij die persoon hoorde? Nou, in dit geval van die Nawfal was dat niet zo heel ingewikkeld. Nee. En daar hebben de daders uiteindelijk ook wel gewoon bijna panklaar het bewijs aangeleverd. En dan zie je ook dat rechters natuurlijk eerst ook naar het wettige bewijs moeten kijken, maar uiteindelijk ook wel overtuigd worden door het feit dat deze mannen achter die aanslagen hebben gezeten. Ja. En daar was in de aanslag op deze Peter R. was daar eigenlijk niet veel fantasie voor nodig. Dat het scenario was zoals het Openbaar Ministerie ook schetste. Ja, die Nawfal F. had een advocaat, heeft een advocaat, Ines Wesky uit Rotterdam. Ja. Die heeft gigantisch lang gepleit. Maar wat heel erg opvallend was in het vonnis is dat er echt een beetje gehakt gemaakt werd van haar hele pleitnota. Ik las het vonnis en ik moet zeggen, de rechtbank was genadeloos voor haar. Dat was niet zomaar het weerleggen of het terzijde schuiven van haar juridische argumenten. Maar zij is gewoon eigenlijk bijna op het beledigende afgeserveerd. Ja. En je merkte gewoon aan alles vanuit het vonnis dat de rechtbank helemaal klaar was met deze Ines Wesky. Ja. En ik vond en vind dat eigenlijk wel pijnlijk. Het was warrig, het pleidooi wat zij hield. Het was juridisch was het onjuist. Het was eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Zo werd zij het bos ingestuurd. Nou, ik zou als advocaat dan toch inderdaad wel eens even bij mezelf te raden gaan van wat is hier misgegaan. Ja, opvallend, we hadden het er net over dat bij heel veel grote zaken de advocaten heel erg inzetten op de randzaken. Omdat, of het nou door een kroongetuige komt of door technisch bewijs, dat de daad aan zich wel bewezen lijkt, maar dat dan hopen het bewijs te ondergraven via de zijkanten. Ja, dat is op zich logisch. En dat is ook het werk van een advocaat om ook de basis van een onderzoek heel goed tegen het licht te houden.
En te kijken of de stappen die vanuit die basis verder zijn genomen, of die dan ook rechtmatig zijn. Ja. Als de aanvang van het onderzoek al niet klopt, dus in dit geval dan die zoekmachines die door die hele berg data heen moesten, als die niet controleerbaar zijn of niet juist zijn, ja, dan maakt een advocaat daar natuurlijk terecht bezwaar tegen. Maar kennelijk was haar betoog zo warrig dat de rechtbank heeft gezegd, ja, daar kunnen we geen chocola van maken en deze man krijgt gewoon 18 jaar in zijn broek. Hey, tot slot, John. Er ligt een hele berg aan datagegevens bij die servers, maar de politie heeft ook maar een bepaalde capaciteit, een x-hoeveelheid capaciteit. Ja. Dus de komende jaren zijn ze daar nog wel even zoet mee. Daar zijn ze zoet mee, maar aan de andere kant, dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld in het passageproces, hè, dat het soms heel wat jaren kan duren voordat men uiteindelijk wel aan die zaken gaat toekomen. Ja, en wat dat er gaat, is geduld een schone zaak. En ben ik ervan overtuigd dat er straks met de stofkam door die data zal worden gegaan, en misschien gebeurt dat zelfs al, en dat men bij namen en rugnummers terecht gaat komen. Dus als gezegd, er zullen toch wel wat boeven zenuwachtig gaan worden hierdoor. Ja, en de rechtbank gaat het druk krijgen. Die gaan het zeker druk krijgen. Oké, John, dankjewel voor je commentaar. En tot zover Misdaad Vandaag.